kindertuin. Ben ik alweer een beetje voor. Ja, hè? Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Of ja, goedemorgen. Het is ondertussen al middag. Ik denk dat het 11:30 is. Ik heb hele voormiddag vlogs geëdit. Want dat moet natuurlijk ook wel gebeuren. Oh, dat vind ik soms wel vervelend op vakantie. Ik doe dat heel graag, maar op vakantie denk ik dan zo eens van... Oh, vandaag wil ik eens geen vlog editen, maar ja, dat gaat niet. Dus ik heb er deze morgen denk ik 3 gedaan. Dus dat is wel goed, want dan ben ik alweer een beetje voor. Nu ben ik aan het wachten tot ik op de badkamer kan, want Sam zit erop. En dan kan ik mij omkleden. Ik heb al mijn bikini bovenstuk aan, maar ik heb nog mijn slaapshort aan. Want dan ga ik naar het zwembad. Mama, papa en Anaïs liggen daar al. Ik denk niet dat je het ziet. Ja, daarachter ligt mama. En daarna denk ik dat we rond de middag, of ja, het is al middag, maar ik bedoel binnen een uur of 2 uur of zo, naar het strand gaan gaan. Dat is hier echt vlakbij, dat is gewoon zo wandelen, de straat oversteken. Mijn bikini is trouwens weer van, ik wil heel tijd Zafel zeggen, maar dat is niet van Zafel, van Shein. Maar dit topje heb ik een small en dat is net iets te klein, want dat komt er zo onderuit. Maar ja, ik ga het toch aandoen, zien wat het geeft. We gaan nu naar de zee, want aan het zwembad was echt een grote kindertuin. Niet normaal. Ineens kwam er zo'n heel storm kinderen aan en keiveel lawaai en gedoe. Het was niet zo chill, hè. Daarom zeiden we, kom, dan gaan we naar het strand. Ik denk dat we eerst iets gaan eten en dan gaan liggen en misschien straks terug naar het zwembad gaan. Als die kindertuin weg is, toch? We gaan zien. Dat is de reden waarom dat we nog geen kinderen willen. Hè. Niet chill, hè. Die zijn niet chill. Maar ja, laat ze maar spelen. Dan zoeken wij wel even andere oorden op. Back from the beach. Het was heel druk aan het strand. Maar je maakt veel lawaai. Het was echt druk aan het strand, dus we zijn niet lang gebleven en het waaide heel fel. Nu gaan we ergens naartoe om een afspraak te maken. Bij de tandarts. Bij de tandarts, ja. Ik heb een gaatje. Nee, is niet waar. En dan gaan we denk ik een ijsje eten en een plekje hier in de buurt waar ik graag een foto wil maken gaan we opzoeken als dat effectief zo mooi is dan op de foto. We shall see. Afspraak gemaakt voor volgende week woensdag om 3 uur. Wat ga ik nog niet zeggen? Woensdag toch, hè? Woensdag. Ja, woensdag. 3 o'clock. Wat gaan we nog niet zeggen, maar oké. En nu zijn we... We gaan dat pas laat zien. Ja, jullie gaan dat pas laat zien. Maar tenzij, deze vlog ook, hè. Deze vlog komt ook al later, dus... Tenzij ze ons volgen op Thalie Sam Instagram. Dan wel. En we zijn nu bij Joe Eats and Sweets. We gaan weer ijsjes bestellen. Yum. Ja, vertel de regels maar. Kom. To-do's, ja. Please swim in designated areas only. Oké. Okay. Place trash. Ja. And recyclables. Oké, dat is goed. Doei. Crystal skies, crowded places, only facing,
howling wind. In those eyes, desperation, hesitation for the wind. Running from the darkness of the night, we'll be shining past the brightest light. Wel een cool parkje gevonden hier. Ja, amai. Oh, hier is daar precies heb je een cool gezocht. Ja, hè? Ja. En dat is eigenlijk vlakbij. That I didn't know, hè? Nope. We zijn nu aan de top geraakt. Ja. Klaar voor het uitzicht? Hier is het wel windy. Ja, amai. Wat is dat, ja? Wat een beest. We're back! Ik heb mijn nieuw outfitje aan van Calvin. Me and my Calvins. Hoe zeg je dat? Ja toch, hè? My Calvins. En papa heeft hamburgers gemaakt, zelf gemaakt. Ruiken echt keigoed. Zien er echt goed uit. Wij liggen in een bed. Oei. Hey. Hey. Ik zal wat onder kruipen en we gaan slapen. Het is denk ik nog maar 9 uur of zo. Hoe laat was het? 9:30? 9:30 ondertussen misschien ja. Wel. Denk ja, 9:30. 9:30. Maar wij zijn moe. Ideaal. Kijk hoe bruin ik ben in vergelijking met u. Ja, mijn gezicht is echt niet zo bruin, maar hier ben ik wel rood aan het worden. Maar rood wordt best wel bruin. Ja, dat is wel waar. Dus. Oké, we gaan de vlog afsluiten voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het weer een leuke vlog. Ik wel zo. Ik ook samen. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie. Morgen.